Dan gaan we nu weer uit de Bijbel lezen. Het woord van God komt tot ons uit Hebreeën 10. Het is het boek dat uitlegt dat het Oude Testament en alles onder het Oude Verbond allemaal heen wees naar één persoon. De Heere Jezus, ja, inderdaad. We lezen hoofdstuk 10, de versen 19 tot en met 39. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft? En het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. En de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u nadat u verlicht was veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Nou, het is heel wat, hè, wat er staat. Ik weet niet of u het ook wel eens hebt als je de Bijbel leest, dat je soms de koude rillingen over je rug voelt gaan, hè. Of hij dat nooit. Het is het woord van God, hè. Het gaat weer over Christus.
die door het geloof in de weg van het geloof gekend wordt tot zaligheid of verworpen wordt. En dan staat hier een woord dat ik niet zo vaak tegenkom, ook in preken niet, dat het bloed van de Heere Jezus vertrapt wordt. Nou, u denkt misschien, dat doe ik niet. Nee, doet u dat niet? Gelukkig, ja. Maar wat doet u dan wel met het bloed? Wat doet u met het bloed dat gestort is? Wat doet u met het offer dat gebracht is? Wat doet u met de Heere Jezus? Het gaat weer over het heilige avondmaal vanmorgen, want ik heb met dominee Pronk afgesproken dat ik de catechismus doe vanmorgen. En dan moet u niet zeggen, nou het is weer over het heilige avondmaal. Als ik ben 16 jaar, dus ik luister niet vanmorgen. Of ik ben 10. Het is geen preek voor mij, want het gaat over het avondmaal. Dat moet je niet zeggen. Het gaat vanmorgen, het gaat altijd over de Heere Jezus. En die heb je nodig, ook als je 10 bent. Of 0 al. Ja. Vroeg, hè? Ja, die hebben we al vanaf het begin van ons leven nodig. En die is er, wordt vandaag weer gepreekt. Het is geen avondmaal. Maar het avondmaal gaat het over een zichtbare preek. En nu luisteren we weer naar een hoorbare preek. De laatste twee versen wil ik als grondslag nemen voor het catechetisch onderwijs, dat zondag 30, de laatste twee versen die we gelezen hebben. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat zegt God, hè? Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Ik lees ook vast zondag 30 van de catechismus. Het is net als de vorige zondagen over het heilige avondmaal. Een lange zondag. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Dat is de pauselijke mis, de Roomse eredienst. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is. Ter rechterhand van God, zijn Vader. En daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en ook de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet worden aangebeden. En zo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enige offer en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. En daarom zongen we op Psalm 97, vers 4. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel.
zal men ook degenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovigen en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de gehele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke mensen, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Mooi dat deze psalm zingt van gerechtigheid. Dat is wat de Heere schenkt in de weg van het geloof, de gerechtigheid van Christus. Het gaat in heel de Bijbel om de persoon van de Heere Jezus als de Zoon van God. Daar wijst het Oude Testament op. Het Oude Testament mogen we niet veronachtzamen. Jezus had niets anders dan het Oude Testament toen hij op aarde was. En hij liep daarmee rond met het Oude Testament. Hij sprak eruit, hij wees ernaar. Het Nieuwe Testament, dat wijst terug naar Christus. Het Oude naar hem heen, de komende. En het Nieuwe naar hem die gekomen is. In de preek gaat het over hem. Ook in de zichtbare prediking van het avondmaal gaat het om hem. In ons leven moest het gaan om hem. Het kennen van hem. Het eigendom worden van hem. Daar moet het in ons leven om gaan. En de Heer Jezus laat zich ook vandaag, ook van morgen, al is het geen avondmaal, zien als degene die gewillig is om zondaren zalig te maken. Als hij zo gewillig was om van de hemel naar de aarde te komen. Als hij zo gewillig was om van de aarde neder te dalen naar de hel. Zou hij dan ook niet gewillig zijn om u en jou van de dood te redden? Twijfel maar aan jezelf zoveel je wilt, maar twijfel nooit aan de gewilligheid van Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. En of je dat al in de gaten hebt, ontdekt hebt in je leven of niet, maar dat ben je, een zondaar. En als je meisje bent, een zondares. En die worden door God geroepen vandaag. Zeg dus niet, het gaat over het avondmaal, dat gaat mij niet zo aan, want ik ben nog dooplid. Ja, ik ben nog jong. Kinderen komen niet aan het avondmaal. Nou, zouden jullie dat wel eens willen, naar het avondmaal gaan, kinderen? Zouden jullie ook wel een schaap van de herder willen zijn? Door hem geleid, gevoed worden, bewaard worden, zodat hij in alles je herder is. Als je geen herder hebt, ja, ik heb niet zoveel verstand van schapen, er zitten hier mensen die heel veel verstand van schapen hebben, maar ik denk dat een schaap zonder herder niet veel is, hè? Ja, toch? Een schaap zonder herder. Als je nu een schaap bent zonder herder, ja, dat wordt je dood, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Als je die niet kent, dan wordt het je dood. Het avondmaal staat niet gereed, de grote lange witte tafel. Brood is er niet vanmorgen en wijn ook niet. Maar de Heer Jezus is er wel. En daar gaat het om bij het avondmaal. Ook als het geen avondmaal is. We zijn voor zijn aangezicht samengekomen. De Heer Jezus is er wel. Hij is daar. Ja, ook hier. Hè?
Ja, wat zijn goddelijke natuur betreft, is hij overal. Dus als je hem zoekt, je zal hem zeker vinden, omdat hij overal is. Ja? Maar wat zijn lichamelijke natuur betreft, de Heer Jezus is de enige met twee naturen, hè? Is hij al daar in de hemel, niet hier. En dat wordt wel gedacht door Rome bijvoorbeeld, en daarom gaat het in die eerste vraag ook over de Roomse leer. Goed, het avondmaal van de Heere. De eerste vraag en antwoord gaat om wat het is en wat het niet is. Het avondmaal des Heeren. Wat het is en wat het niet is. Omdat het niet de eerste preek is vanuit de catechismus over het avondmaal. En omdat het ook niet de eerste preek is die u hoort over het avondmaal. Wil ik er wel kort over zijn. Maar niet zo dat ik het hart van u niet probeer te raken. He? Ook nu heb ik mijn pijl en boog bij me. En schiet ik. En ik hoop dat ik raak schiet in uw hart. Het woord van God is een scherpe pijl. En wie door een pijl getroffen wordt, die valt meestal dood neer. Maar de pijlen die van Christus boog worden afgeschoten, die wekken juist op tot het leven. Die bereiden juist van de dood. Vreemd, hè? Ja, dat is vreemd. Toch wel mooi, hè? Dat er iemand is die ons van de dood het leven schenkt. Ja, dus wat het is en wat het niet is. En dan de tweede vraag die we moeten beantwoorden. Beantwoord de vraag voor wie het dan is. Voor wie is het eigenlijk? Ja, voor wie is het avondmaal? Hele belangrijke vraag. En ik zou bijvoorbeeld iemand van u kunnen uitnodigen om even op de preekstoel te komen staan. En dan mag u uitleggen wat het avondmaal is, maar ook voor wie het is. Als het goed is, kunt u dat. Ja, ik vraag het niet hoor. En u wil het misschien ook niet. U durft het niet misschien. Maar zou u het kunnen uitleggen voor wie het is? En dan zou het mooi zijn als u zou zeggen, ja, voor mij is het. Hè? Christus kwam voor mij. Dat is het tweede dan. En ja, dan krijgen we ook nog derde antwoord, vraag en antwoord, voor wie het niet is. En dat moet ook duidelijk zijn. Voor wie is het niet? Ja, wat het is. Het gaat weer over het lijden, het sterven, het offer van de Heer Jezus. Waar de Hebreeënbrief, die we een stukje uit gelezen hebben, ook vol van is. En dan zegt de apostel, de Hebreeën apostel, dat het ene offer genoeg is. Ja, zo'n offer van een stier of een kalf of een geit of zo'n bok, dat was nooit genoeg. Moest altijd weer opnieuw geofferd worden. Altijd weer moest er bloed vloeien. Het wees ook heen naar het lam. En als hij zijn bloed stort, dan hoeft er verder geen bloed gestort te worden. Dan is God, wat we net gezongen hebben met Psalm 85, tevreden. Met het echte bloed van het echte lam. De echte betaling van de schuld, dat kan Jezus alleen. En hij heeft dat ook gedaan. En dat gedenken we in het heilig avondmaal. Wij weten dat het avondmaal, zegt zondag 30, ons betuigt, verzekert, dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben door dat ene offer van Jezus Christus. Dat is het doel van het offer. Dat is de vrucht die het offer draagt, vergeving van de zonden. Dit, lieve allemaal, ook al ben je nog een kleintje, of al zit je al jaren op de levensweg, zou je allemaal moeten aanspreken. Vergeving van de zonden.
Want zonden hebben we allemaal. En zonde zijn we met z'n allen. Vergeving van zonden moet. Er zijn in het leven dingen die moeten. Heel veel dingen niet. Nee, heel veel dingen niet hoor. Nee, ik kan zo heel veel dingen opnoemen die helemaal niet hoeven. Maar de vergeving der zonde moet. Anders gaat het niet goed met ons. Vergeving van zonde is ook mogelijk. Het is mogelijk juist vanwege dat offer. Het is niet mogelijk als u probeert goed te leven. Netjes te leven, ja. Een flinke duit en een collectezak te doen. Lief zijn voor je buren. En zo. Je kunt de vergeving van de zonde nooit zelf verdienen. Nee, dat kan niet. U kunt geen offer brengen waardoor God de Vader, die we door de zonde beledigd hebben, tevreden gesteld wordt. Dat heb u toch wel geleerd in uw leven? Afzien van eigen offers, hè? Ja, ik breng wel offers zo bij tijden, toch? Ik breng ook wel eens een offer. Een liefdeoffer is dat. Omdat de Heere zo goed is. Maar niet om de zonde te, om de vergeving van zonde te verdienen. Nee, ik kan de vergeving van de zonde alleen maar verknoeien en verbeuren en verzondigen. Dat kan ik wel, ja. Ja, dat kan ik wel. Ja. De vergeving mij onwaardig maken. Ja, dat kan ik ook heel goed. Maar de vergeving verdienen dus? Nee, dat kan Jezus alleen. Dat wordt gepredikt, als het goed is, in meerdere of mindere mate, elke zondag. En zeker ook is dat de prediking van het heilig avondmaal. Het enige offer, Jezus kon betalen. Hij had zelf geen schuld. Ik heb het ook wel meer gezegd, dacht ik ook vanaf deze plaats. Waarom gaan de mensen die verloren gaan nooit meer de hel uit? Waarom blijven ze daar altijd? Omdat ze niet kunnen betalen voor hun schuld. Als je schuld kon betalen, dan mag je eruit. Dat kunnen we niet. Jezus kon de schuld betalen en daarom ging hij ter helle, hij voer ter helle. En kwam ook weer eruit. Hij weet wat de hel is. U niet, ik ook niet. Ik hoop dat we nooit achterkomen. Hij weet het wel. Maar hij heeft ook de hel overwonnen. Hij is er ook uitgekomen. De enige, hè? De enige. De enige die eruit is gekomen. Omdat hij betalen kon. Hij had toch geen schuld? Nee, het gaat niet om zijn schuld. Maar om de schuld van een arm verloren zondaarsvolk. Voor mensen klein en groot die tot hem de toevlucht nemen. En hun zonde belijden. Zoals de tweede vraag van vanmorgen ons voorhoudt. Het is dus niet zo zoals de Roomse kerk het leert. Dat het stukje brood het lichaam van Christus is en daarom moet worden aangebeden. Dat is afgoderij. Afgoderij, ja. Wij moeten alleen God aanbidden. En geen stuk brood of zoiets of een beeld. Afgoderij is dat. En dat wordt ook een vervloekte afgoderij genoemd. Niet dat wij dat zeggen, dat is vervloekt, maar dat zegt God. Ja, God zegt, vervloekt is de mens die op een beeld vertrouwt. Wij mogen niet vervloeken. Dat komt ons niet toe. We mogen ook mensen niet vervloeken. Nee, dingen vervloeken, dat mogen we niet. God komt het toe. Hè? Ja, God vervloekt. En die vervloekt afgoderij. Wat de Roomse kerk doet, die vervloekt mensen.
De Romeinse kerk heeft gezegd, en ieder die gelooft in Christus alleen en op het werk van Christus alleen vertrouwt, en ieder die gelooft dat hij zonder de werken zalig wordt, die zij vervloekt. Dat zegt de Romeinse kerk, ja? Die vervloeken ons. Ja. Ik ken wel wat Romeinse mensen die best aardig zijn, maar de leer van Rome is niet aardig. Nee, we worden vervloekt. Hè? Ja, en dat komt alleen God toe. Dus daarom mogen we niet met de Romeinse leer meedoen. Er zijn dus ook mensen vandaag de dag, van oorsprong, reformatorische mensen, die heel veel moois zien in de Romeinse eredienst. Maar dan gaat het wel om gewaden, om ceremonieën, om een belletje dat klinkt, om een sfeer. Ja, maar het gaat niet om Christus en daar moet het om gaan. Om Jezus, daar moet het om gaan. Ja, en hem vervloeken, dat doen we als we niet in hem geloven. Ja. Als we aan hem voorbij gaan, dan passeren we God ook. We vervloeken ook de weg der zaligheid die God heeft uitgedacht. Dat zal onze val worden, zoals ook verderop in de catechismus dan blijkt. Ja, nu iets over het tweede. Voor wie is het? Voor zondaren. Ja. Mooi, hè? Vindt u niet? Ik zei net, dat zijn we dus allemaal. Ja, nou ja, ik zeg soms wel eens wat te vlug. Ik weet niet of u een zondaar bent en jij. Ja, maar dat zijn we toch allemaal? Ja, ja. Weet je wat het is, zondaar zijn? Dat je leeft voor jezelf en zonder God. Dat je zelf lief hebt en je eigen gang gaat. We denken bij een zondaar aan een mens die een hoer is. Een man die een moord pleegt. Ja. Mensen die leven hier in grote zondige uitspattingen. Dan zeggen we, ja, dat zijn zondaren. Zo dachten de fariseeën. Ja, die vrouw, nou, die vrouw, dat is een hoer, dus is een zondaar. En die man, die is blind, die heeft blijkbaar gezondigd, dat is ook een zondaar. Mochten niet in de synagoge komen. Zondaren mochten niet in de synagoge komen, hè. Die werden eruit gegooid. Ja. Dus, maar ze wisten niet dat ze zelf ook zondaar waren. Daar moet dus je oog voor open gaan. Hè? Je oog moet ervoor open gaan. Dat je voorbij het doel streeft waar God je voor gemaakt heeft. Dat je leeft voor jezelf. En dat je dat uitkomt in allerlei dingen. Dienen van afgoden. Leven voor jezelf. Maar vooral ook in het niet erkennen van de Heere Jezus. Als je die niet aanbidt. Komt dat omdat je jezelf nog aanbidt? Dat is ook afgoderij. Jezelf liefhebben boven alles. Dat is ook afgoderij. God niet liefhebben boven alles, maar jezelf. Ja, en zo ligt het wel. Kent u het hart van uzelf een beetje? Kent u het hart van een mens een beetje? Christus kent het, maar kent u het? Christus kent ons hart. En hij noemt een heel lijstje op van alles wat er in het hart leeft. Daar schrik je van. En dat is ook zo. Dat leeft nu in ons hart en dat moeten we zelf ook onderkennen. En dat we daarom ons gaan verootmoedigen. En onze onwaardigheid voor de Heere gaan beleiden. Voor wie is het avondmaal? Voor degenen die hun onwaardigheid kennen.
beleven, belijden. Voor wie is het avondmaal? Voor mensen die zeggen, ik heb tegen u gezondigd, Heere. Dat is niet het enige hoor, maar het hoort er wel bij. Bij de belijdenis van het geloof hoort de belijdenis van zonde. Dat is niet iets wat aan het geloof vooraf gaat. Het hoort bij het geloof. Ik heb tegen u, o God, zwaar en menigmaal misdreven. Het erkennen van wie je bent en blijft. En blijft, ja. En blijft. Dat hoort bij een avondmaalsgang die door God gezegend wordt. God zegent zondaren. God zegent degene die zichzelf vervloeken. Vanwege hun onwaardigheid. Vanwege hun schuld. God zegent de mensen die zeggen, o God, wie ben ik voor u? Ik ben alles kwijt, ik heb geen gerechtigheid, geen heiligheid, geen gehoorzaamheid. Tegenovergestelde wel. Die worden door God gezegend. Die worden door God genodigd om naar het Lam te komen. Johannes riep het, Johannes de Doper, maar het is God zelf die altijd weer roept door de prediking. Zie, het Lam van God. Kijk naar het Lam van God. Vlucht naar het Lam van God. Val voor hem neer, zondaar. En de Heer Jezus heeft nog nooit een zondaar doodgeslagen. Nee, nog nooit een zondaar vervloekt die tot hem kwam. Nooit. De Heer Jezus ontvangt zelfs zondaren. Nodigt hen, ontvangt hen, zegent hen in naam van God. Hè? In naam van God. Dat is juist de troost, want we komen er wel achter dat wij tegen God hebben gezondigd en zijn heilige wet. Dat gaan we ook voor de Heere belijden. Het wordt ons ook een verdriet als wij zien wat een liefde er is in God. Wat de verdraagzaamheid er is in God. En dan ga je zien dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Ja. Dat je zonder reden gezondigd hebt. Zonder enige oorzaak. Omdat je het wou. Maar er was geen liefde in je hart voor God. Maar er is wel liefde in het hart van God. En daar ga je zo'n berouw van krijgen. Wij hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Voor wie is het avondmaal? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Maar er is ook een andere kant en dat hoort er wel bij. Van één zaak. De andere kant is het vertrouwen. Het vertrouwen in Gods vergevende zondaarsliefde. Vertrouwen in de belofte. Daar gaat het om. Het vertrouwen in het woord van God. God heeft beloofd dat hij de zonde wil vergeven. God heeft daarom zijn zoon gezonden. Er is het vertrouwen in de Heere Jezus Christus en zijn bloed. Het is het geloof dat bestaat in vertrouwen en overgave. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Voor iemand die gelooft in Christus. Nou, dat klinkt natuurlijk heel simpel, nou het is het ook. Het is ook eenvoudig, hè. Voor die gelooft in Jezus. Wat is geloven in de Heer Jezus? Moet ik dat nog uitleggen? Of wilt u het even komen uitleggen? Kan u het? Kunnen we het uitleggen? Wat is geloof in de Heer Jezus? Dat is een vluchten tot hem, omdat je in hem vindt
wat je in jezelf niet kan vinden. Omdat je hem ziet als de gift van de Vader. Omdat je het offer van Christus ziet als het enige redmiddel. En dat ook belijdt. Omdat je het bloed van Jezus Christus nodig gekregen hebt. Geloven is ook je uitspreken. In het avondmaal doen wij ook dingen. We staan op. We gaan naar voren. We nemen plaats aan de tafel. We nemen de beker. We nemen het brood. De Heere geeft ons ook die opdrachten. Gedenk, geloof, neem, eet. Daden van het geloof. Wij spreken het ook uit. In mijzelf heb ik niets, Heere, maar in u heb ik alles. Dat is het geloof. Het geloof waardoor we gerechtvaardigd worden. Zoals onze tekst ook zegt. Hè? Ja, dat hebben we toch net gelezen uit Hebreeën 10. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat geloof schenkt leven. Levensvreugde, zekerheid, verwachting. God neemt je aan tot zijn kind. Het wordt het wonder aller wonderen dat er voor mij genade is. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een echt geloof in Christus Jezus. Dat al is het dat mijn geweten me aanklaagt. Dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. En geen ervan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat God nochtans, desniettegenstaande al die dingen, uit louter genade, ook dat, om de betaling, het genoegdoen van Christus, mij de volkomen gerechtigheid, heiligheid en gehoorzaamheid van Christus schenkt en toerekent. Als had ik zelf nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, had ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht die Jezus volbracht heeft. Grijpt u dat? Nee, hè? Het is wel te aanbidden. Dat is het wonder van Gods verkiezende zondaarsliefde. Wie de Zoon verwerpt, krijgt de Vader tegen. Maar wie de Zoon aanbidt, zal de gunst van God ervaren. Zo komen tot de Heere en dat ook in het avondmaal mogen genieten. Dat offer van Christus en dat bloed is zo rijk dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven ook bedekt is. Want dat kan nog een struikelblok worden. Als je ziet wie jezelf van nature blijft. Ja, het kan niet dat je toch nog rekent dat je nog een beter mens zult worden. Dat het morgen toch beter met je zal gaan. Dat je morgen wat minder zonde zult doen. Dat je daarop rekent dat je ooit nog eens een keer een heilig mens zult worden. En dan komt dat niet en dan zeg je, oh, het kan voor mij niet, het kan voor mij niet, het kan voor mij niet. En zo wandel je op een bepaalde manier ook aan het offer en het kruis van Christus voorbij. Want het kan wel, ook al ben je nog een zondaar. En al zul je, als je nog 50 jaar te leven hebt, misschien nog 50 jaar zondigen. Het kan wel, omdat het bloed van Christus reinigt. Ook onze natuur wordt erdoor bedekt. Onze natuur waaruit dat alles voortkomt, wordt ook door dat bloed bedekt. Het kan wel. Dat is juist het evangelie. Dat is juist de blijde boodschap. Dat is juist wat een zondaar zo vertroosten kan. Kracht van het bloed. Ja, uit het geloof zal hij leven. Het geloof kan aangevallen en bestreden worden. Maar omdat Christus dat weet als geen ander, heeft hij daarom juist het avondmaal ingesteld. Om het zwakke geloof te sterken. Om in de strijd van het geloof tegemoet te komen. En zegt, zie op mij. Ja, vindt u dat niet mooi? Dat is het evangelie. Het evangelie van vrije genade. Zie op mij. Ja, en dan komt de liefde.
om je leven te beteren, om in het geloof te leven. Maar ja, dan moeten we ook nog even wat zeggen voor wie het avondmaal nu niet is. De hypocrieten en degene die zich niet van harte tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Hypocrieten, dat zijn toneelspelers. De Farizeeën waren toneelspelers. Dat betekent het ook, hè? Hypocriet betekent een toneelspeler. Ja, als je een spelletje speelt, je speelt bijvoorbeeld, wat heb je wel, een toneelspelletje, hè? Dat je bijvoorbeeld, doe je net alsof je Napoleon bent. En je weet zelf heel goed dat je Napoleon helemaal niet bent. Dat is een hypocriet, hij weet het wel van zichzelf, ja. Een hypocriet heeft ook geen zekerheid, geen rust. Nee, je hebt alleen maar rust als je komt als een oprecht mens. En wat is een oprecht mens? Iemand die komt zoals hij is met zijn zonde en schuld. Niet beter voordoen, ja, je kunt je van de buitenkant wel beter voordoen, maar dat helpt niet veel. Maar als je komt als een zondig mens, dan ben je geen hypocriet. Als je komt als een schuldig mens, dan ben je geen hypocriet. Als je komt als een goddeloze in jezelf, dan ben je geen hypocriet. Nee. Maar als je komt met je eigen dingen, met je eigen deugden, ja, dan ben je een toneelspel aan het spelen, want die heb je niet, deugden. Die heeft Christus alleen. Ja? Ja, mensen die dus zich voordoen als een kind van God, daar kun je wel bang voor zijn. En ik ben er ook wel achter gekomen dat alleen kinderen van God daar bang voor zijn. Ja, die kennen zichzelf ook. Ja, die zeggen als ze horen van de mogelijkheid van verraad, ben ik het, Heere. Dat zijn de mensen die zeggen, doorgrond men ken, men zie of er bij mij een schadelijke weg is. Het zijn eerlijke mensen. Ze komen zoals ze zijn. Als je komt in het, als een zondaar naar de tafel, naar de Heer Jezus toe, dan ben je dus eerlijk, dan ben je oprecht. Ja, dan ben je oprecht. En dan leer je Christus ook kennen in zijn heerlijkheid. En zijn glans en zijn zondaarsliefde. Ja, niet van harte tot God bekeren, dat kan dus ook, hè, dat je van twee walletjes eet. Of tenminste doet alsof je een kind van God bent, maar je leven is er niet naar. In je leven zoek je de Heere niet, maar zoek je juist het tegenovergestelde. Onze natuur is dan wel zo dat we andere dingen zoeken in de wereld. Maar een kind van God heeft daar berouw van en wil daarvan verlost worden. En een hypocriet die zich niet van harte bekeert, die voelt zich wel goed erbij. Zondag zit hij in zijn zwarte pak in de kerk. En woensdags dan doet hij aan de loterij mee en zit hij in het café en zo te brallen. Ja, daar heeft hij geen last van. Nee, dat gaat zo. Daar heeft hij geen spijt van. Nee. Maar een kind van God die zegt, oh wat ben ik toch voor een mens. Wat ben ik toch voor een mens. Heere, bewaar mij. Maar als deze en dergelijke mensen, ik kan er iets van zeggen, wat de volgende keer daarover verder gegaan wordt, in zondag 31, als zulke mensen er zijn in het midden van de gemeente, dan kan het avondmaal gewoon doorgaan. Ook al komt hij aan het avondmaal, want je weet niet dat dat een hypocriet is. Kun nergens aan zien. Hij komt in een zwarte pak naar het avondmaal. Ja, je kunt dan niks zien. Je weet ook niet dat hij woensdagavond dronken zit in het café. Dat weet je niet. Of je moet hem toevallig tegenkomen. Ja, en dat, hè. Als je hem nou toevallig eens tegenkomt en je ziet dat hij een ander leven heeft, leidt, en je ziet hem zondags naar de tafel gaan, dan moet je achter hem aan. Ik ga er niet verder op in, zei ik al, dat gaat over de tucht.
Dan moet je niet zeggen, dan moet de dominee maar eens achteraan. Nee, dan moet u achteraan, als eerste. Ja? Als u dat toelaat, als een kerkraad het toelaat, dat u weet, ja, die man, die slaat zijn vrouw. Ja, die slaat zijn vrouw. Die vrouw heeft geen leven bij hem. En laat het toch toe dat die man het avondmaal komt. Dat is gevaarlijk. Dan haalt de kerkraad een oordeel over de gemeente. Ja, dat kan dus niet. En daarom hebben we ook een tafelwacht, die de wacht houdt bij de tafel, omdat het een heilige tafel is. Zondaren komen. Maar zij die in zonde leven, moeten zich eerst bekeren. Die mogen niet naar het avondmaal, want die mogen ook niet naar de hemel, daarom. Nee. Tafelwachter, dat is een ouderling, die staat er dan. En bij de hemelpoort waakt Christus zelf, dat je er niet in komt. Erg, hè? Ja, zo is het wel. Ja, zo is het wel. Voor hen is het niet omdat ze Christus passeren. Zij onttrekken zich aan de uitnodiging, aan het evangelie. En dan heeft God in hen geen behagen, zegt onze tekst. En ik hoop dat u mag meezeggen met vers 12, met het laatste vers. Maar wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken. Die het bloed van Christus onrein achten. Maar die met vrijmoedigheid komen. Ook al weten ze wie ze zijn. Wij zijn mensen die geloven tot behoud van de ziel. Dat is dus het laatste. En ook mijn vraag voor we uiteengaan. Gelooft u in de Heere Jezus Christus? Mooie vraag, hè? Ja. Gelooft jij, kind in de kerk en jonge man, die nog op catechisatie zit? Geloof jij in de Heere Jezus Christus? En u, ouderen, als u niet gelooft in de Heere Jezus, dan mag u de hemel niet in. Nee, daar zal Christus zelf voor waken. De rechter van hemel en aarde. Gelooft u in de Heere Jezus? Vraagt u nog, wat is het geloof? Dat is de daad van een arm zondaar die weet dat hij de hel verdiend heeft, maar vraagt om de hemel, omdat God het beloofd heeft. Een arm zondaar die weet dat hij de dood verdiend heeft, maar vraagt om het leven. Dat is het geloof. Dat is het geloof. Amen.